en lachend naar de scheidsrechter keken. Maakt dat hier uit dan? Zo is het publiek hier uit Valencia, deze club uit Vol. Hier geen foutje. Door Real Madrid natuurlijk de afgelopen jaren steeds verliezen. Een keer in een officiële wedstrijd in de goal bij de Koninklijke staan. Vitor Chess, hij, deze jongen dus. Geboren is hij in Valencia, maar op. Ook Jonah van Raúl González. Hij was bij Frankfurt. Heel vaag was bij Real Madrid. En nu. Urzola, zijn directe tegenstander. De club bestaat al sinds 1999. In de 10 minuten heeft die club overleefd. En ook die 41-jarige doelman om de bal naar voren te trappen. Heel wat plaatselijke krantjes ineens daar zijn in Valencia. Taal wordt ook gezegd dat hij gaat vertrekken. Speelt dit. Roberto Rubio. Vito Just. Terug naar Leni. Dit zijn in principe de enige buitenlander in dit elftal. Alleen hij is gewoon goed. Maar er zijn er nog wel heel erg veel onderweg. Zo, het is klein en zij houdt het stappen voorwaarts. Oh, dat is een matige bal richting. Of was dat Mariano? Nee, Mariano die sprong. Om ook even aan te zetten. De afstand was natuurlijk een stuk korter om te overbruggen. Vorig seizoen Alcoyano overigens gepromoveerd van het vierde naar het derde niveau in Spanje. Nu toe, in de eerste 40 minuten. Gepromoveerd is. Spanje. Bij de naam van deze club ook in. Tener Mas Moral que el geeft. Daar gaat Murat, maar daaraan wordt even de deur dicht gedaan. Op verkundige wijze door Casimiro. Alles weer in de kiem gesmoord. Wel, het derde niveau in Spanje toch wel iets fysieker. Niet afmaken en zo houdt het blok te zetten. Zet je eventjes vandaar over dat gillen, maar en je gaat eruit terwijl je 80%, misschien wel 90%. Ja, Chester met de. En om nou te zeggen dat Real José Juan aan de andere kant alweer even geleden, maar we zijn niet. Casemiro, dat is niet zo'n lekker balletje voor Just. Die nu twijfelt of die moet niet die diepte in kan. Ja. En nu is het nog maar 9 minuten hè, voor Real Madrid. Veel druk nog niet gehad, hè, deze jonge Chess. Ik heb geprobeerd met een schot uit de tweede lijn, vastgestraat. En die zet Murat aan het werk. Die springt zelf tegen de tegen. Ja, het kan ook nog aan de andere kant natuurlijk. De derde klasse. Hoeks op.
komt Lunin. Oh, die laat die bal vallen. Anton. Die overwinning kan. Heeft er dus iemand thuis gezegd. Die overigens pas een kwartier voor tijd is ingevallen. Dus sowieso niet zo heel lang heeft meegedaan. De waarde ongeslagen staat. Het gaat gewoon door. Want Real Madrid is geen spelbreker. En in 90 minuten niet eens met. Maar u hoort het misschien wel. Die mensen staan nu al buiten hoor. Die,